Het is 2:00. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Vertegenwoordigers van de negerbevolking in Soweto bij Johannesburg zijn met blanke ambtenaren besprekingen begonnen over het gebruik van het Afrikaans op de scholen van Soweto. Tegen Afrikaans als vak op zich hebben de negers geen bezwaar, wel tegen het gebruik van deze taal in andere vakken. Amerikaanse verkeersvliegers hebben besloten voorlopig geen vluchten meer te maken op Canada. Aanleiding hiertoe is het taalconflict onder de Canadese verkeersleiders, die protesteren tegen de verplichting voortaan naast het Engels ook het Frans te gaan hanteren in het radiocontact met de piloten. Door het conflict vinden veel pilotenorganisaties het Canadese luchtruim veel te gevaarlijk geworden. BNW van Utrecht overwegen het huis- en bedrijfsvuil van de stad voor verwerking naar Rijnmond te brengen. Daar staat een installatie die nog een flinke overcapaciteit heeft en die het waarschijnlijk voor hetzelfde geld kan doen als Utrecht had moeten uitgeven wanneer het een eigen verwerkingsbedrijf had gehad. Er zijn plannen om een bedrijf te bouwen in Maarsen, maar daar heeft de bevolking bezwaar tegen. Bij Geertruidenberg in Noord-Brabant zijn de resten blootgelegd van een gebouw uit de 14e eeuw. Het 600 jaar oude gebouw is waarschijnlijk een klooster geweest waar pestlijders werden ondergebracht. Op het 13e internationale televisiefestival in Praag is de publieksprijs toegekend aan een productie van de NOS. Het gaat om het programma Papa Haydn in de reeks Muziek om naar te kijken van regisseuse Wilhelmina Hoedeman en Michael Juliot. Het weer, de verwachting tot morgenavond. Zonnig en zeer warm weer met later op de dag kans op een plaatselijke onweersbui. Meest zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Minimumtemperaturen omstreeks 17 graden, maxima morgen ongeveer 34, maar aan de kust minder warm bij wind van zee. Dit was het nieuws.